Ik ben pastor Boerkamp, Wil Boerkamp van de website Bewust Christen. Wij zijn hier in een mooie omgeving van Aalsmeer, de bloembollenvelden van Lisse. We hebben contact met de aarde en dat is belangrijk. Wij willen beschouwend leven en dat levert op dat wij het contact met de aarde moeten blijven houden. Dat wij dichtbij dag en nacht moeten blijven, bij licht en donker, bij de kleuren in de natuur, bij de zondag waar de hele week om draait. En dan is het ook goed om eenmaal in de week het evangelie te lezen en op de achtste dag te vieren en dat te beleven samen. Wat staat daar in het evangelie? Wat roept het bij je op? En hoe kun je dat vormgeven in gebed? Het vermogen tot beschouwen zijn wij een beetje aan het verleren. Beschouwen in gebed, in broederschap en zusterschap en in dienstbaarheid. Wij willen leven in navolging van Jezus Christus, in het voetspoor, in zijn voetspoor treden. Om één keer in de week de website te bekijken en de tekst te lezen. De overweging, de meditatie, naar aanleiding van het evangelie van de zondag, dat over de hele wereld wordt gelezen in de katholieke kerk en in andere kerken. Kijken wat daar staat, wat het bij je oproept, hoe de tekst betekenis krijgt. En dat kun je ook doen op vrijdagavond, zaterdagavond met je kinderen. Als je jezelf toerust om de inwijding te lezen van het evangelie van de zondag. Jezelf toerusten en daarna een gesprekje beginnen met je kinderen. De tekst terugzoeken in de kinderbijbel en daar samen over praten. Om ook de kinderen op te voeden in beschouwend leven. In gebed, in het sacrament van zusterschap en broederschap en in dienstbaarheid.